Hallo Black Legion en welkom bij weer een nieuwe part van Dishonored. We gaan verder in Daud zijn gebouw. We moeten daarheen. Maar we moeten eerst de key hebben van Daud. En die houdt hij zelf volgens mij bij, dus dat is een beetje een probleem. What the fuck? Juist. Hij komt hier niet heen gelopen, hè? Nee, mooi. Training. Dat is wel vet. Very good. I did not see your crouch. Now, attempt to transverse on. Ja, ga nu shiften of zoiets. Kom op, Dark Vision, gewoon aanblijven. Oh ja. Nice. Wow. Zieke shit. Fucking zieke shit. Dat is wel chill. Kijk niet waar je heen wilt. Denk eraan en je bent er. Dus hij wil achter mij zijn. Vuile homo. Vuile noem. Oké. Okay. Mooi training area ook. Puur omdat ik hem op wil pakken, hè, uit verveling. Ga ik de hele tijd die dingen aan en uit doen, zodat ik reden heb tot het oppakken. Ah, nice. Zo nice. Ja, waar zijn we nu? Oeh. Daar is een dude. Waar kunnen wij naar binnen dan? Daar. Oké. Okay. Het is nog wel even puzzelen hoe we binnenkomen soms, maar... Alsjeblieft. Slaap lekker door, Roosje. Je verdient het. Wat je ook verdient is hier om uit het raam te vliegen. We zijn bijna bij die duurste layer. Dat klinkt echt net als Donkey Kong. Oh. Optional, wat? Optional level, wacht even. Wat stond er nou? Optional, send him down a message. Steal the pouch from his belt, then leave him unharmed. Op zich, Daud kan ons misschien helpen. Maar, hij wil die Empress vermoord. Maar, dat was een opdracht. En wat wij doen, of deden, voor die andere drie motherfuckers, is ook gewoon... een opdracht uitvoeren. En we hebben verder niet gekeken naar hoe en wat. We hebben puur een opdracht uitgevoerd. Dat is wat Daud in principe ook heeft gedaan. Hij heeft puur een opdracht uitgevoerd. En voor de rest maakte het me niet uit. Hij kreeg betaald of wat dan ook. Dus ging hij dat gewoon doen. Dus ja, op zich, aan de ene kant is het wel zijn schuld, aan de andere kant niet. Hij was puur een pion eigenlijk. Ze hebben hem gebruikt om te killen, maar de hoge lui, zoals dus die vieze gore Pendleton met zijn rotkop, die gaan dood. Dat ga ik echt niet London Evil doen, echt niet. Maar zoals Daud is puur de messenger eigenlijk, en hij is wel een zieke dude qua skills en shit, misschien kunnen we iets leren, dat zou fijn zijn. Maar wat we dus moeten doen, is zijn pouch jatten en dan weglopen. Is dat wat was? Daar is Daud. Remain on watch and kill him if you can.
Maybe it was the price of both. Oh, wat een aardige opmerking daar. Dat ging nog maar net goed. Die duurt zag maar bijna. En ik wou dat ik een 8e rune had. Maar ik heb geen 8e volgens mij. Nee, crap. Anders kon ik hem namelijk helemaal stilzetten. Nou beweegt de tijd tenminste nog. Fuck zo. Ik moet die dude killen. Meneer van Nakke. Is this how you protected the Empress? Nee. See how you fare against my assassin. Ow. Fuck, dat was niet helemaal. Oh fuck, jongen. Oh, kill mij ook maar. Ik wil het stelvachtig doen. God nonne ju, jongen. Alleen. Ik kan die duur nog niet wegluisteren. Staff. A duel that no two others could fight. Against the ticking of the clock. I've waited for this. Let's see if the outsider will save your life. Or mine. Ah, kill me maar, man. Boeit mij niet. Kill me maar. Another slice out of time, Corvo. I do not fucking care. Reload to save, please. Dank u. Hoe moeten we die duurste ding killen? Ah, jatten. Het kan alleen maar met tijddinges, denk ik. Oh, fuck, jongen. Krijg toch ook takketering. Kunnen zelf ook wel load game doen, denk ik. Autosave, yes. Ik wil dat stijlvachtig doen, dus dat gaat lang duren. Beloof ik je nu al. Ik zie je aan het einde van de port. Nee, maar... Ik wil dat stijlvachtig doen, maar fucked up, jongen. Moet je normaal doen? Je kunt blinken, trouwens. Waarom vergeet ik dat altijd? Ik vergeet blink echt te vaak, jongen. En weg zijn al onze problemen. Good riddance to you, sir. So many schemes you had, and so many contracts. Moet nog steeds zijn fucking key, so many people that I kill for you. None like the last. None like her. I'd give back all the coin if I could. No one should have to kill an empress. Nee, inderdaad. Correcto mento. Oh, er is er nog één. Teleport ook even binnen. Ah, daar zijn al die lui. Daar is Doud en daar weer die andere motherfucker. Die duurt nou als hij er weg gaat. Hij kan ons niet door de trap heen zien. Lijkt me niet. Dus die duurt zich om, draait. En hij draait zich om.
Dan, zo gauw als ze allebei omdraaien, tijd aanzetten. Sneaky, sneaky, wegrennen. Blinken, weet ik veel wat. Die dude, die moet verder wegkijken. Kom op. Loop weg, vriend. Fuck, dit duurt lang. Oké, make a move. Make a fucking move. Waar de fuck is die andere rune? Die zit onder ons. Want als ik die rune heb, dan kan ik de tijd helemaal stilzetten. Dan zijn we ook van veel gezeur af. Hij wil echt niet meer die andere kant op lopen. Hij wil alleen maar deze kant op lopen. Ja, motherfucker. Legt hem net aan waar we wegkomen, volgens mij. Wacht, misschien kan ik weer die deur. Zit er een deur achter? Ja. Dat ik eerst deze mongoltjes allemaal moet killen. Ga jij maar lekker slapen bij je vriendje. Ik ben out of arrows trouwens. Dus dat is niet zo mooi. Is dit coins? Zo, dat is dat. Wat een mooi Mordor. The Eye of Mordor. Mordor. Afbeelding. We gaan hier staan, we gaan die dude nakken. Ik kan hem nakken en mee naar achteren slepen zonder dat die dude het misschien merkt. Pff, wat is dit fucked up, jongen? Weet je wat? Ik ga gewoon even save game doen. Hier. En dan starten we hier weer. Dan hoef ik niet het hele stukje overnieuw te doen. Wat slim van mij, ja, heel slim. Oké, hij staat daar. Draai om! Mooi. Mooi, 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 mooi. Oké. Nou rest ons nog één ding. Dat we zometeen met time ding daarin gaan lopen en die duurt de purse jatten. Maar dan moet hij eerst even omgelopen zijn. En anders dan gewoon zeker voor het onzekere. Want hij wil nog eens bewegen. Ondertussen ga ik even mijn muismat schoonmaken. Want er zitten wat kruimels op. Nou, loop om. Interessante informatie. Ja, ik ben mijn muismat aan het schoonmaken. Nou, loop door, vriend. Hij hoorde mij. Oh nee. Oké. En hij heeft nu niks door. Nog niet, zometeen, denk ik. Hoop ik toch. Die timeshit is al ziek trouwens. Zo handig. Echt handig. Kon ook die ene dude gewoon overnemen trouwens. Ah ja, nee, dan ziet hij alsnog. Die dude gaat niet dood namelijk. Hey jij, zou die het lichaam opmerken wat voorbij vliegt? Nope. Hey dude, al gemerkt dat je sleutel kwijt bent, vriend. Nog niet. Hij gaat een beukje roken. Is mooi voor hem. Heb ik die brief nou al opgepakt? Net toch?
Wat voor bone jam hebben we? Oh, no. Dat boeit mij niet. Notes. Dat was niet de ding is wat ik moest hebben. Ik wil die... Ah ja, we hebben die wel trouwens. Oh, fuck it. Als er pijlen liggen daar mijn crossbow dingen zeker. Ja. Mooi. Klaar, dat was dat. Moet ik nou ook nog helemaal teruggaan? Voor al die andere dingen. Ja. Want dat is een rune. Fuck. Mooi, hij let toch niet op. Die andere lui slapen toch allemaal nog. Of ze zijn dood, een van de twee en allebei. Op het algemeen zijn ze dood als het goed is. Als het goed is worden ze ook niet wakker. Nee. Zie, gaat mooi. Oh ja, rune. Nee, je bent een pocket watch. Ik dacht dat jij een rune was, maar dat ben je niet. Maar ik heb wel lekker veel cash. Dus ik vind alles prima. You use doubt's key. En wij hoefden dat niet per se te doen. Zo te zien. Oké, dat is rune. Okay. Ik wil die circle of painting. Auw. Yay! Oké. Bend time. Yay! Oké, we kunnen nu echt gewoon fucking badass complete. We kunnen gewoon de tijd stilzetten. Fucking badass. En hier moeten wij heen. Yay. En dit is het laatste. De rest hebben we gehad. Mooi. Komt dat mooi uit. Die bone charm die kan maar een rotzooi zijn trouwens. Als je denkt. Hé, maar je mist de bone charm. Ja, ik weet het. Do not care. Target spared. Doubt. Zijn we dan niet heel goed bezig? Ik ga echt voor het goede einde volgens mij. Ik weet niet of dat altijd het beste is, maar... Get through the quarantine wall. Oké, quarantine bedoel ik. Quarantine. The Rutshore Gate. Daar moeten we heen. Oh, een mooi treintje. Nice. En die dropt allemaal lichamen. Zie je, kust het. Lekker. Nice. Smerige bende hier, man. There's no hospital. I told you that. You think they round people up because there's a cure? There's city guards. City guards, je denkt dat die iets doen. Ik mis, vriend. Hoe komen wij daar boven? Dat is maar één manier om daar achter te komen. Oh fuck! Zag die dude mij niet? Wat is daar? The plague wagon returns to the flooded district every few minutes to dump more bodies. While it stopped, it should be possible to drop down onto it from the rooftops and ride it through Rutshore Gate. Okay, maar zag die dude mij niet? That's because you've got fat. Those tall boys are just waiting for a chance to come. We get power to their light, and they'll go off to hunt plague. We can slip right back. Hij heeft een key trouwens. Vast een key die ik nodig ben. Ja.
City Watch has set up floodlights to eliminate the building surrounding Ritual Gate. When activated, the toll boys will begin hunting for plague survivors and leave the patrols. Ah, oké. Okay. Dus dat kunnen we, als we die aandoen. Oké, okay, tijd is helemaal stil. Wat we gaan doen is. Give me. Ze doen me helemaal niks. Sorry. Excuse me maar dan. Dat ik zo moeilijk doe. Dag. Een letter van een of andere dude. Do not care. Bullets. Een vuile vieze gore rat. Maar die lui doen me niks. Dat is chill. Maar nu. Hoe komen wij... Irgendwo dan. Daar is de Ritual Gate, dat snap ik. Maar ik wil boven op het gebouw komen. Mooi, we zijn boven op het gebouw. Klein beetje rare moeite, maar... We zijn er. Kunnen we ook hier op... Ah, daar glijden we vanaf. Ritual Gate. Gate is fortified by a wall of light. Even the plague wagon must pass through his electrical field. Oh crap. Ik wil die kant op. Oh wacht, daar hebben we een tunnel ding. Ah. Ah, daar is die gate trouwens. Wacht, daar hebben we een scope. En dan kunnen we nog verder inzoomen. Daar is de wagon, daar is de electrical field. Wall of... Firestorm dinges. Oké. En daar kunnen we naar bovenop springen. En die gaat dan weer terug. Maar. Dan moeten we wel eerst. Dinges. Daar is die rune erbovenop. Dat weet ik. We moeten alleen nog zien te komen. En wij moeten daarheen. We hebben van alles geleerd. Alleen moeten we die shit nog activeren. Duidelijk verhaal. Heel duidelijk. We moeten die lichten activeren zodat die walkers weggaan. We moeten dan vervolgens die stroombarrier uitknuppelen. Als we dat hebben gedaan, kunnen we via daar, via de rooftop, bovenop de trein springen en dan kunnen we eruit. Zo begrijp ik het. Maar we zullen zien hoe dat uitwerkt in de volgende part. Dus laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwde games kopen zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.